Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans, ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan vlogmania. De familie Kik maakt elke dag een vlogfilmpje. Ook als ze een keer geen zin hebben. Het niet meer. Ik heb er gewoon de kracht niet meer voor. Ik haat het. Ik haat het. Yes, we moeten door. Ja, als we geen filmpje uploaden, dan verliezen we volgers. Ja, maar hoe doen andere vlogfamilies het? Hoe dan? Dit is onmenselijk. Hey, kikkertjes. Wij zijn de familie Kik. En vandaag gaan we de kinderen verrassen met... pranks! Ja. Oh, we gaan helemaal stuk, jongen, die pranks die we hebben. Ja, we hebben poep, we hebben spinnen, dat wordt een superleuke vlog. Ja, kikken, we echt een fikken met familie Kik. Blijf kijken! Delano, kom eens, Delano. Ja. Kom even voor de vlog. Kom even hier zitten. Ga zitten, hier jongen. Zitten. Hier. Ja, ga gewoon hier zitten. Jullie zijn toch niet aan het vloggen, hè? Nee, we zijn niet aan het vloggen. Kijk dan. Wat gewoon een netspin. Goedie. Jullie zijn echt triest. Ah, joh, ik had al tegen een geintje, hè? Doe die zo zagrijnig, joh. Ja, nou, die spin is niet zagrijnig, hoor. Delano. Wil je een kauwgompie? Hier, kauwgompie, man. Geprankt, jongen. Zo op die nagel van hem. Bang. Dat wordt een blauwe nagel, hoor. Hey. Michael verkleedt zich als spook. Let op dan. Dan ga ik hier met die ladder ga ik naar boven. Ga ik naar de slaapkamer van Daisy. Ga ik Daisy even aan het schrikken maken. Kijk, kijk. Hi Daisy. Mam, ga weg. Ik heb geen zin in pranks. Nee, ik heb geen pranks. Ik wil gewoon even met je praten. Nou, weet je nog, de vorige bewoners van dit huis. Wat is er mee? Nou, misschien spoken die hier nog wel rond. Oh, wat is dat nou? Oh, een spook, Daisy. Een spook. Kijk dan. Nou, doe even leuk mee. Nee. Nou, doe er gewoon eens over hoe je schrikt. Ze vond het echt super eng, Michael. Het ging echt super goed. Oh, Michael, blijf liggen. Kom eraan. Het gaat wel. Oh, joh. Het was een mooie val, jongen. Echt waar. Het staat echt helemaal... niks gebroken, pap. Ja, misschien toch wel. Ah, nee, joh, zo snel breek je niks. Kom, we gaan verder met pranken. Kom op, verder met pranken. Nou, Michael, zijn been is kennelijk toch gebroken. Ja, ik dacht, dat gebeurt niet zo snel, maar kennelijk filmen, toch... Hè? Even niet bewegen. Wij kunnen wel gaan, toch? Wat gaan jullie doen dan? Huiswerk maken. Ja? Nou, oké, ga maar. Oké, lieve kikkertjes, als jullie dit een leuke video vonden, geef dan even een duimpje omhoog en laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Ja! Jason is de jongste vlogger van Nederland. Zijn moeder is zijn manager. Jason, wilde jij nog naar de YouTube-conventie? Ja, maar dan met limo. Limonade? Nee, met limousine. Jason, we gaan niet met de limousine. Onze auto werkt prima. Oké, maar dan zonder kindersitje. Je moet in een kindersitje. Oké, maar dan wil ik geblendeerde ramen. Nee, Jason. Oké, ik plak de ramen wel af. Oké, kom maar gaan. Yo, ik ben Jason, ik ben 2 jaar oud en ik ben de jongste vlogger van heel Nederland. En vandaag zijn we op het strand. Aha. Kom Jason, even insmeren. Nee, ik haat insmeren. Het moet wel. Je hebt een babyhuidje en ik wil niet dat je verbrandt. Wow, hoe bedoel je babyhuidje? Ik ben al 2, hè? Hé, bro, noem mij geen baby, hè? Jason, niet zo zeuren. Oh, ik krijg het in mijn oog. Ik kom niet eens in de buurt van je ogen. Sa, ik heb echt een ziek vet kuil gegraven, hè? En kijk, mijn emmer en schep is echt super vreed, hè? Hé, hij is zo diep, ik kan mijn voetjes gewoon erin doen, hè? En als ik gewoon het dicht maak zo... Kijk, dan lijkt het alsof mijn voetjes zijn afgezaagd, hè? Super creepy. Waar zijn mijn voetjes? Ze zijn daar, maar niemand zegt... Sst. Ik word lekker verschoond in het zonnetje. Het strand is echt super vet. Jason, niet filmen tijdens het verschonen. Alsjeblieft, een raketje. Yes!
Aha, super lekker. Aha, raket is echt mijn lievelings, hè? Aha, check, check, check. Aha, zie je de kleur. Nee, mijn ijs is gevallen. Ai, nee. Dat vindt mama echt zielig voor je. Je krijgt een nieuwe, oké? Alsjeblieft, en niet laten vallen, hè? Oh, vet relax, gewoon een nieuw ijsje. Ik zat net te denken, ik heb best wel makkelijk een nieuw ijsje gekregen. En deze is bijna op, dus let maar op. Ah, mama, mijn ijsje is weer gevallen. Ja, maar je ziet dat hij al bijna op is, hè, Jason? Niet, ik had bijna niks van gegeten. Jason, daar zit bijna niks meer op. Oh, nee, ik had juist het lekkerste voor het laatst bewaard. Oké. Je krijgt nog één keer een ijsje, maar dit is echt de laatste keer. Oké. Alsjeblieft. Check dit. Dit is dus mijn derde ijsje. Dus mijn tip is, eet je ijsje bijna op. Dan moet je hem laten vallen in de zand. En dan keihard krijgen, krijg je gewoon nieuw ijsje. Vond je dit leuk filmpje? Gewoon duimpje omhoog. Tot later. Doei. Reviewer Martin bestelt dagelijks spullen voor zijn vlogs. De pakketbezorger ziet hij dan ook elke dag. Hey, Sjerik, hallo. Wat ben je vroeg vandaag? Kijk eens. Oh, dankjewel. Heb je eigenlijk wel eens gekeken naar mijn vlogs? Heb je telefoon? Ja. Pak hem eens en ga dan eens naar YouTube-kanaal. Zo, YouTube. Leuk hoor. En zet dan eens Martins Review. Martins... Kijk. Ja. Ja, dat ben ik. Nou, druk eens op dat belletje en dan word je lid van mijn kanaal. Welk belletje? Ja, deze? Dat belletje. Op dat belletje drukken. Helemaal goed. Okay. Dan kan je ze allemaal zien. Dan krijg je allemaal te zien dus uiteindelijk wat er in de pakketjes zit. Dat is toch leuk? Ja. Vindt leuk? Ja, leuk. Yo. Kijk, hè. En tegen andere mensen zeggen ook. Heel belangrijk. Ja, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Martins Review. En vandaag reviewen we een boemerang. Ik heb hier een multipak boemerangs. Het zijn zes boemerangs. Het is natuurlijk wel handig, want af en toe kan er wel eens een boemerang kwijtraken. Omdat hij in het water valt of in een boom blijft steken of zo. Dus wat dat betreft is het handig dat we er zes hebben. Heel bijzonder is aan deze boemerang is dat ze er een haakje aan gemaakt hebben. Kijk, als je gaat lopen of gaat joggen in het bos, dan kan je hem zo aan je broekriem hangen. Je kan er zo mee lopen. Voor als je in de stad bent. Hoi. Nee, ik ga boemerangen. Goed, we gaan de boemerang eens even uittesten. Kijken wat er gebeurt. Nou, ik kom niet echt terug, hè? Misschien heb ik het fout gedaan. Ik weet het niet. We proberen het nog een keer. Au! Hey, kijk eens uit, joh! Gek. Ja, sorry meneer, maar ik ben aan het vloggen. Sorry. Nou, dat vond ik zwaar teleurstellend wat er buiten gebeurde. De boemerang die kwam niet terug. Terwijl dat wel de bedoeling is van een boemerang. Misschien komt dat toch door het designhaakje. De conclusies. We gaan eens even kijken voor- en nadelen. De voordelen. Nou, het is natuurlijk dat handige ophanghaakje. En je krijgt meteen zes stuks als je ze koopt. En het nadeel is dat het een boemerang is die je niet meer terugkomt als je hem weggooit. En dat vind ik een groot nadeel. Zo, dat was het weer. Tijd vliegt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet die duimpje te geven. Hè? En tot de volgende keer. Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goedenacht en vlog zacht.